welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zit ik in een ander land. Ik zit in Spanje. En ik ga me vandaag hier in Spanje opmaken voor jullie. Ik ga jullie laten zien hoe ik mij hier opmaak op vakantie. Er is één make-up look die ik maak hier elke dag. En ik verander eigenlijk niet. Het enige wat ik af en toe verander is mijn lipkleur. Maar voor de rest, de look is altijd the same. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik mij opmaak in dit warme weer in Spanje. Mijn look hier is heel erg naturel. Maar het is nog wel wat make-up. Ik ben niet echt van de concealer, mascara en ik ben klaar. Het is nog wel een soort van full face, maar met echt extreem naturel kleurtjes. En het is ook best wel snel. Ik doe dit echt heel erg snel. Binnen een kwartier, 20 minuutjes ben ik wel klaar. En ik dacht dat jullie dit wel leuk zouden vinden. Een keer iets anders. Ik zit nou hier in mijn slaapkamer, zoals je kunt zien aan het bed hierachter. En deze chocomel hier, oh my god, jongens, ik hou van deze chocomel. Deze chocomel hier is zo lekker, oh my god. Tegenover mij is de zee. Wij wonen aan de zee. Er is wel een weg helaas in between. Dus je hebt ons appartement, een weg en dan pas de zee. Maar we hebben in ieder geval zeeview. Ik zal jullie even laten zien naar wat ik nu kijk. Ik wilde dat doen als achtergrond eigenlijk. Maar het licht achter mij was zo heftig dat het mij helemaal zwart maakte. Dus helaas kon ik dat niet doen. Dus daarom zit ik nou met mijn gezicht naar de zee in plaats Amazon. Maar ik had het echt leuk gevonden als jullie nou zo die zee achter mij konden zien. In ieder geval, ik film dit met mijn phone en gewoon met echt zonlicht. Ik heb hier geen ring light of andere lampen of zo. Het is letterlijk gewoon zonlicht en mijn phone. Dus het is misschien een beetje crappy, maar ik hoop gewoon dat de kwaliteit goed genoeg is voor jullie. Het is gewoon vandaag een beetje vlogachtig make-up videootje. Dus ik ga me gewoon helemaal opmaken. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze tutorial. Oké, meestal als ik me ga opmaken, doe ik mijn haren naar achteren met een haarbandje, maar die heb ik hier niet. Dus ik ga gewoon even echt super lelijk mijn haar gewoon zo achter mijn oor doen en whatever. Ik ben net naar het strand geweest, dus ik ben hier een beetje rood. Ik ben echt goed bruin geworden. Ik word altijd zo ontzettend bruin. Is echt niet te doen. Ik heb helemaal niks op mijn gezicht. Ik heb alleen maar mijn wenkbrauwen al gedaan. En dit is mijn make-up tas die ik heb meegenomen naar Spanje. Deze heb ik gehad van Pixie een keertje in een PR dingetje. En hier, oh wacht, hij is open. Oh my god. En hier zit dan al mijn make-up in. Hieronder is al mijn make-up. En daarboven zijn alle make-up tools. Dus kwasten en sponsjes en zo. Even kijken. Ik heb mijn dagcreme nog niet opgedaan. Dus dat ga ik eerst even doen. Ik gebruik deze van Olay. Ik was by the way ook van plan om te gaan vloggen hier. Maar ik heb slecht nieuws voor jullie. Ik heb dus niet gevlogd. De dag dat wij vertrokken had ik gewoon geen zin om te vloggen. Ik hou sowieso niet echt van vloggen. Maar vaak heb ik gewoon zin en dan vind ik het leuk. En dan doe ik het alsnog. Maar ik had echt geen zin. Dus ik heb besloten dat ik deze vakantie helaas niet ga vloggen. En daarom maak ik dus deze make-up video voor jullie. Dat ik toch nog wel iets heb hier in Spanje. Want dat vind ik wel leuk. Dan ga ik ook nog in met deze mini tube zonnebrandcrème. Deze is van Lancaster. Dit is SPF 30. SPF heel belangrijk hier. Want het is echt super warm. En de zon schijnt echt rechtstreeks op je gezicht. Ik heb ook hier helemaal geen spiegeltje staan of zo. Ik kijk nou gewoon echt naar mezelf in mijn phone. Ik heb wel dit hier. Dus als het echt moet kan ik deze gebruiken. Wacht, misschien kan ik die hier neerzetten. Oh ja, dat is wel handig jongens. Oh mijn god, alles valt. Oké, ik heb even de spiegel hier rechts gezet. Dus als ik heel erg naar rechts kijk, dan weet je naar wat ik kijk. Oké, dan is het tijd voor de make-up. Ik ga mijn gezicht primen met deze Urban Decay All Night Primer. Deze heb ik meegenomen omdat hij er echt voor zorgt dat mijn make-up de hele dag goed zit. En met dit weer hier en zo is dat gewoon heel belangrijk. Ik heb hier geen zin en tijd om de hele tijd te gaan opmaken. Dus mijn make-up moet gewoon goed blijven zitten de hele dag. Als jullie een beetje herrie horen op de achtergrond, dat is dus die weg hier. Er rijden hier echt superveel auto's. De foundation die ik bij heb is deze van Maybelline. De 30 Hour Superstay Foundation. Deze heb ik in de kleur Warm Sun. Die is iets donkerder dan mijn huidskleur. Want ik hield er ook rekening mee dat ik hier misschien iets donkerder zou worden. Oh, ik heb mijn beauty blender nog helemaal niet nat gemaakt. Oh my god. De beauty blender die ik bij heb is van Elf. Ik ga hem even nat maken. Hallo, ik ben op camera. No. Pimmels. Oké, jongens, ik ben klaar. De spons is nat. Dat was de man van mijn zus, by the way. En dan ga ik me gewoon helemaal in smeren met een foundation. En ja, ik draag foundation in het warme weer. Je hebt altijd weer van die mensen. Oh, draag je foundation in de zon? Ja, als je je gewoon goed opmaakt, is dat geen enkel probleem. Ik heb ook geen vettige huid, dus mijn huid wordt ook niet vettig of zo. Ik ben ook, by the way, in Alicante, want wij hebben hier een appartement gekocht. Dus daar zit ik nou gewoon in. Dus wij hoeven hier niet naar een hotel of zo. We hebben gewoon hier ons appartement. Dus dat is echt
super chill. Dus ik kan hier gewoon heen gaan wanneer ik wil. Dat is echt een toppie. Ik ben hier met een vriendin gekomen. En mijn zus en haar man die waren hier al. En mijn vriendin en ik blijven slechts 5 dagen. Dus we gaan weer zo weg. Toen we aankwamen zijn we gelijk naar de stad gegaan en uit eten. En toen was het al laat en toen zijn we gaan slapen. En vandaag ben ik naar het strand geweest. En nu ben ik dus aan het opmaken. En we gaan dus zo meteen drankje doen en weer uit eten en zo. Wat wel echt heel vervelend is, is dat je hier overal een mondkapje op moet. Ook buiten en zo. Dat is echt super annoying. Vooral met dit warme weer. Als deze video online komt, ben ik al terug, by the way. Oké, het lijkt nou op beeld alsof het niet matcht. Maar het matcht wel, dat je het weet. Als concealer heb ik mijn Zoeva concealer bij. Deze heb ik in de kleur 100 Destiny. Ik ben ook gisteren al naar Sephora geweest. Jullie weten altijd als ik hier kom, moet ik naar Sephora. Ze hebben hier helaas niet echt een hele grote Sephora. Hij is best wel klein, maar ja, whatever. Ik pak gewoon wat ik pakken kan. Dus ik heb daar ook al wat dingetjes gehaald die niet te koop zijn in ons land. Zoals Fenty, Tarte en dat soort dingetjes. Ik heb ook al op mijn Instagram verhaal laten zien wat ik allemaal daar heb gekocht. Dus volg me vooral ook op Instagram als je voortaan dat soort dingetjes wilt zien. Als poeder heb ik mijn Anastasia Beverly Hills Translucent poeder bij. Dit is de kleine versie. Die heb ik dus meegenomen omdat hij niet veel plek in beslag neemt. Ik heb dus echt veel te veel spullen meegenomen. Jongens, ik heb een hele drama gehad op het vliegveld. Ik heb alleen maar handbagage omdat ik maar 5 dagen ga. En dan mag je maar een aantal producten meenemen. 10 of zo. En het mag allemaal maar 100 milliliter zijn en zo. De girl heeft like 30 flessen haarproducten meegenomen. Mousse, krullenspray. Ik had zoveel dingen meegenomen voor mijn haren. Ze hebben gewoon bijna alles weggegooid. Ze hebben gewoon al mijn haarspullen gewoon weggegooid. Make-up niet, godzijdank. Ze wilde bijna mijn MAC Fix Plus fles weggooien. Maar gelukkig heeft ze dat niet gedaan. Maar mijn haarspullen hebben ze echt zoveel weggegooid. Ze hebben ook mijn Clinique gezichtscleanser weggegooid. Ik weet, het is wel mijn schuld. Ik had het beter kunnen weten, maar toch. Dus dat was wel een klein beetje dramatisch. Maar ik heb al een aantal spulletjes gewoon hier opnieuw gekocht en zo. Maar jongens, let eens op. Als je alleen maar handbagage hebt, ga niet zo stupid als mij like 40 flessen haar spullen meebrengen en zo. Oh my god. Natuurlijk moet ik ook mijn neus contouren. Dus ik heb mij een Kat Von D contour paletje bij. Deze is echt super fijn. Deze heb ik ook hier bij Sephora gekocht 2 jaar geleden of zo. Die is ook niet te koop bij ons helaas. En dan een beetje MAC Fix Plus om mijn gezicht te hydrateren. Ik heb alleen dus wel echt geen wire bij. Dus ik moet nou heel de tijd zo met mijn handen waaien. En echt super lang wachten voordat het echt helemaal droog is. Dat is wel een beetje annoying. Oh, ik zie allemaal mensen plezier hebben op het strand en zo. Echt zo leuk. Oké, jongens, dan de ogen. Ik heb dit klein oogschaduwpaletje bij van Zara. Deze hebben jullie vast ook al voorbij zien komen in mijn Zara video. En deze is echt super handig voor op reis. Want hij is zo lekker klein en heeft alle kleurtjes die ik heel erg mooi vind om te gebruiken. En ik maak echt de meest makkelijke look hier steeds ever. Ik ga eerst in met deze bruine matte kleur hier. En die breng ik dan gewoon zo aan in mijn hele arcadeboog. Maar niet al te veel, gewoon een klein beetje. Het wordt echt een hele makkelijke, snelle look. En dan pak ik deze bronzy kleur. Die pak ik gewoon een klein beetje met mijn vinger. En die breng ik gewoon zo aan over mijn hele ooglid. Ik wissel gewoon af en toe heel tijd zo van glanzende kleuren. Om toch weer een beetje een soort van een andere look te creëren. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur hier. En die breng ik dan zo een klein beetje aan in de binnenste ooghoek. Nou jongens, en that's it. Dat was de hele oogschaduw. Dan heb ik hier van Messauda deze eyeliner pen. Eyes on Fleek eyeliner pen. Deze is echt super, super fijn. En deze gebruik ik om een hele makkelijke wing te maken. Oké, de wing is iets heftiger geworden dan dat ik wou, maar we just gonna deal with it. Af en toe sla ik ook gewoon de wing over, hangt een beetje af waar ik zin in heb. En voor mascara heb ik deze mini Anastasia Beverly Hills mascara bij. Die heb ik dus ook bij, omdat dit een mini versie is en dus ook minder plek in beslag neemt. Ik heb geen nep wimpers bij. Dit zal vast een shock zijn voor heel veel mensen. Maar ik heb geen nep wimpers bij. Dus ik moet het gewoon doen met mijn echte wimpers. Ik heb ze wel gelift. Dus je kunt ze nou wel gewoon zien. Maar ik heb dus helemaal geen nep wimpers bij. Omdat ik de look hier altijd gewoon makkelijk en snel wil houden en zo. En niet helemaal nep wimpers op ga plakken. Oké, jongens, ogen zijn helemaal klaar. Gewoon echt super makkelijk en snel. Dan bronzer. De bronzer die ik mee heb is deze bronzer van Makeup Studio. De Lumiere bronzer nummer 1. Echt heel erg fijn. Deze heb ik ook bij omdat hij een tikkie donker is. En ik dus ook weer rekening hield met het feit dat ik hier een beetje bruin zal worden. Ik word altijd super makkelijk bruin. Ik ben nou 1 keer naar het strand geweest voor echt like slechts 3 uur of zo. Niet eens een volle dag of zo. En ik ben echt al helemaal bruin geworden. Je kunt hier gewoon die strepen zien. Kijk dit. Zie je het verschil met dit en dit?
ik word altijd super snel bruin. Dus ik wil altijd ook niet te bruin worden, want dat is echt niet mooi. Ik word niet zo mooi bruin. Ik word een beetje zo groenig bruin. En dat is niet heel mooi. Dus ik let wel een beetje op met in de zon zitten en zo. Voor blush heb ik mijn fave Kylie Cosmetics blush bij in de kleur We're Going Shopping. Dit is echt de blush die ik echt zo vaak gebruik. Is helaas alleen hier ook niet te koop. Deze heb ik ooit... Waar heb ik deze besteld? Volgens mij gewoon op hun website ooit met een actie of zo. Maar mocht je ooit de kans hebben om deze make-up te kopen, ik raad deze blush echt zeker aan. Ik gebruik die echt zo vaak. Ik gebruik hem alleen niet vaak op beeld, omdat ik niet make-up wil gebruiken die jullie niet kunnen kopen. Daarom. Maar op beeld gebruik ik hem echt best wel vaak. Echt een van mijn fave blushes. Hij matcht ook gewoon echt met alles. De highlighter die ik bij heb is een Oldie But A Goodie. Deze van Maybelline, de chrome highlighter. Ook deze is een beetje aan de donkere kant. Ook weer rekening gehouden met het feit dat ik donkerder word. Gaan jullie ook dit jaar op vakantie of niet? Ik weet dat nou veel mensen niet willen gaan door corona en zo. Ik was ook wel een van die personen. Ik dacht, is allemaal weer gedoe. Dit valt me op zich. Het valt gewoon echt mee. Het enige wat je nou extra moet doen dan voorheen is dat je dus een corona-test moet doen. Maar that's it. Dus ik ben heel benieuwd of jullie gaan überhaupt en waar jullie gaan als jullie ook op vakantie gaan. Oké, dan de lippen. Voor de lippen heb ik echt best wel veel dingetjes bij. Ik heb hier een rode matte liquid lipstick bij van MAC. Ik heb hier een Clarins lipolie bij. Maar ik denk dat ik gewoon vandaag voor mijn nude lip combo ga. Deze, mijn Sweetie Lip Liner van Morphe. En MAC Velvet Teddy, een van mijn fave nude lipsticks. Zo, en dan als laatste weer een beetje MAC Flix Plus en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit is dan de look die ik maak in Spanje. Wat vinden we ervan? Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Een klein beetje anders dan normaal. Ik heb nou ongeveer 3 kwartier gedaan over de make-up. En dat is omdat ik deze video maak en moet praten en dat soort dingetjes. Dus als ik in de video er al 3 kwartier over doe, laat staan als ik me gewoon zelf opmaak. Ik heb dit echt letterlijk gedaan in 20 minuten gewoon. En dan ben ik gewoon klaar. En als ik misschien af en toe de oogschaduw of de eyeliner of zo oversla, ben ik helemaal snel klaar. Dus ja, dit is gewoon persoonlijk wat ik doe. Ik weet dat het misschien nog een klein beetje veel make-up is voor veel mensen. Maar voor in de zon is deze make-up look ook echt ideaal. Je make-up blijft echt de hele dag goed zitten. En dat komt echt door die Urban Decay Primer en de MAC Setting Spray en de poeder en dat soort dingetjes. Dus gebruik altijd goede make-up als je gaat voor een full face. Vooral in dit hete weer. Laat me weten wat je van de video vond hier beneden in de reacties. Laat me ook weten waar jij op vakantie gaat. En ik hoop zoals altijd dat ik weer gewoon een lach op jullie gezicht heb gebracht vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Geef me een dikke vette like. Hoor het feit dat ik gewoon hier aan het werken ben midden in mijn vakantie. En als je meer video's wilt zien, ik plaats er hier nog 2. En hierboven kun je abonneren. En ik hoop jullie gewoon weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doei doei!